Hendrikje, Voskuilendijk, Hattemerbroek. Hier heb je niet altijd gewoond? Nee. Waar heb je eerst gewoond? Aan de Zuiderzeestraatweg. Tegenover Bakker Kroeze. En daar staat nu de Aldi. En vanaf welk jaar ben je daar komen wonen? Toen was ik twee. Twee jaar. Ik ben in de 30 geboren. In de 32 zijn we naar de Straatweg gegaan. Daar heb je gewoond totdat dat je getrouwd werd? Ja. En toen ben ik hier naar de Voskuil gegaan. En nog steeds hier, hè? Ja. Zelfstandig, nou supermooi. Ja. De Zuiderzeestraatweg, daar is dus waar je de oorlog hebt meegemaakt. Ja. Kun je ook nog een klein beetje... Ja, nou, mijn vader die ging melken, hier zo in de Voskuil. En die kwam weer terug en die zegt, nou, de oorlog is uitgebroken, weet je wel. En de IJzerbrugge die ging de lucht in, hier bij Zwolle. En toen waren we weer buiten, nou, en toen kwam een grote knal, toen zeggen, nou... Toch iets IJzerbrugge. Toen zegt mijn vader, ja, toen ben je de Duitsers hier in ons land, weten we. En toen kwam die vliegmachine er al over, weten we, die uit Engeland, die ging bombarderen, weten we, die ging dan er langs. En die ging, 's morgens kwamen die langs en dan 's avonds kwamen ze weer terug, weten we. Ik bedoel, en mijn zus, die was vreselijk banger, als die vliegmachine er langs ging. En hielden jullie het nieuws ook bij via radio? Of? Ja, dat mocht niet. Dat mocht niet. Nee, dat want... deden jullie toch wel? Ja, stilletjes. Ja. Ja. Daar de radiotoestellen moesten worden ingeleverd, verborgen velen hun apparaten op geheime plaatsen om toch met de vrije wereld in contact te blijven. In de eerste plaats wil ik met u allen in diepe ontroering het vaderland gedenken, dat zo zwaar getroffen is door de rampspoed van de oorlog. Die radio, hoe ging dat dan? Hadden jullie die ergens verstopt? Ja, die was verstopt, weet je wel, onder een deken, weet je wel, en door weer wat over, hier in de kast, onder in de kast. En dan moest er één zitten, nou ja, als er niemand erven kwam, want dan bij de bie. Ja, dus op de uitkijk, zeg maar. Ja, Wilhelmina naar Engeland toe ging. Dat waren we ook zo allemaal van gewaren, weten we. En wat vonden jullie ouders daarvan dan, dat Wilhelmina toen naar Engeland ging? Ja, mijn vader die vond dat vreselijk. Ja. Die zegt, die ging ook nog weg. En waren er veel mensen die een radio hadden in die tijd? Nee, alleen hier zo. Alleen bij Van Werven. Dus die zaten allemaal te luisteren. Nou, en toen kwam ineens ogen rommel aan de deur. Nou, dan kwam de Duitsers aan huiszoeking. Weet je wel? Nou, oh, grut, die radio. Nou, toen Meuje in de Berensteen, de radio eenmaal onder de peloe, weet je wel? Dus, nou, die lachte wel. Nou, toen kwamen ze aan, nou ja, ze zeiden, met me kijken wat er gebeurt. Nou ja, en toen kwamen ze dan binnen en overal gekeken. Oh, tante Oosjeek, weet je wel? Daar hebben ze helemaal niet gekeken, weet je wel? Maar ze had een radio hier in Bergen. Ze zat zo ver onder de dings. Ja. Dus maar de mensen kwamen hier in de buurt, kwamen ja, wel... Ja, kwamen hier luisteren, ja. En met hoeveel zaten jullie hier dan wel? Nou, wel een stuk of acht. Oké. Okay. Ja. Ja, want het gezin bestond uit meerdere kinderen. Ja, drie. Ja, met ons drie. Ja. Ja. Ik was de oudste en dan mijn zus Yves, dat is de tweede. En dan Gerry. Er is zoveel aan de hand om je heen. Merk je dat dan ook gewoon als je gewoon met je dagelijkse dingetjes bezig bent? Ja, ook wel. Wie moest, nou ja, 8 uur binnen wees, weet je wel. Moest alles, de ramen allemaal verduisterd worden, weet je wel. De papier ervoor. Mocht je licht uitschien. En hield iedereen zich aan die avondklok? Ja, ja, dat moest wel. Maar als dan, nou ja, dat was heel angstig. Ja. Als dan zeiden ze weer, oeh, dan kun je licht zien, weet je wel. Nou, en toen was het elektrisch, was weg. Oh, dat ook nog? Ja, dan zaten we weer in een kaarsje. Of kun je daarvan spreken dat dat snel went? Ja. Ja, ben je er gauwer als dat je volwassen bent. Want dan begrijp je dat nog niet zo goed. Dan ging je ook nog naar school, denk ik. Ja. Kon dat gewoon? Ja, dat kon nog gewoon, ja. Nou, we moesten daar ook nog breien, weten we. Maar ja, toen was er geen garen meer. Heel schaars. Heel schaars, ja. Daar heb ik ergens de zak nog leren. Maar dat is het enige wat ik op school leerde. Hè. De ander, nou die kunt je woorden allemaal haken. En, maar dat kon ik gewoon niet. Want er was geen garen meer voor. En wat ging je na de basisschool doen? Toen ging ik naar de huizenschool. Nou, waar was het? Elburg. In Elburg? Ja. En hoe ging je daar naartoe? Met de bus. Met de bus? Ja. Maar ja, toen reed de bus niet meer. Toen ineens, nou, 's morgens. Nou, we gingen weg. Nou, we stingen daar te wachten op de bus, maar de bus kwam niet. Nou, toen kwam er een
Ja, wie kwam er toen toch? Een meneer, ja, er rijden geen bussen meer, maar dat kan niet meer. Dus nou, je kon niet op school komen? Kon je ook niet op school komen. Nou ja, dan moet je maar thuis blijven. Ja, dan heb je dus de gevolg van niet naar school gaan, dan moet je aan het werk. Ja, ja, precies. En wat ben je toen gaan doen? Nou, huishoudelijk werk allemaal. Bij mijn oma, daar ging ik toen naartoe. Nou, daar ging ik toen allemaal wat werken zo in. Dat vond ik heel leuk. Of ik moest weer met mijn vader mee naar het land. Wie er wel? Hier appelspoten. En we hadden ook allemaal van die eenmansgaten aan de weg. Als er de vliegtuig overkwam en je begon te skiën, dan kon je door inspringen. Weet je wel? Allemaal langs de Zuiderzeestraat. Dat is mooi, ja. Elke dag, overal een gat, weet je wel. Nou, en toen een keer, toen was ik met Benny Kalf, en die ook nog kent. Ja. Toen was ik met een stoeien, die woonde bij ons in de buurt. En toen hij had de been over de, zo over de gat in liggen, weet je wel. Toen de been werd, toen schiet ik er op de kop erin. Oh. Maar toen stond een gelukkig buurman aan de weg van schoenmaker IJzerman. Ja. En die had hem niet meer in de trein. Ja. Nou, en dan met de fietsen. Want de Duitsers kwamen zo tegen. Dan pakken we zo de goede fiets af. Nou, en hij, later had hij panzerbanden, weet je wel. Wat het voor spullen was, dat weet ik niet. Maar er staat een band neer. Dan kon je in de verte landen in komen. Rrr, rrr. Zo ging dat, weet je wel. Maar die fietsen wilden ze niet hebben. Nee. Ze wilden een goede banden hebben. In die tijd waren er ook best wel vaak onderduikers hier in de buurt. Hebben jullie ook onderduikers gehad? Ja, wie mijn man zien nu. Op dat zolder die zaten achter dat schilderie. Weet je wel, daar klommen ze dan in, weet je wel. Zo met de ladder. En dan kwam die ladder weer weg, gemoffeld. En toen zaten ze dan. Oh, daar zat een schilderij met een soort deurtje? Ja, daar zat achter dat schilderij. Maar dat kon je niet zien, want er was ook helemaal beplakt met behang, weet je wel. Daar hadden ze helemaal niet in de gaten. Nou, dan moesten ze je stil houden. En dan zei, oh ja, ook nog, ze aan door de kachel stonden eerder, dat loek, dat kon ook in de huurte. En als er dan nog weer één was, die zat dan door ook nog heen, weet je wel, in de grond. Oh, dus ze hadden verschillende plekken om te verstoppen? Ja. Bleven die onderduikers lang bij de familie van Van Werven? De man? Van de Brink en Luisman. Die ben hier, die was die waren bij de trein bij spoor. Die ben hier een hele tijd onder de deur geweest. Nooit gesnapt? Nee, die hebben ze nooit gesnapt. En die hadden ook gewoon de boerenkleren aan, weten we dat. Daar zie je de buren, als ze dan kwamen, weet je wel. Dat ze niet zagen, nou, dat is een meneer, weet je wel. Die had nog gewoon de oude kleren aan, wat ze hier ook aan. Als ze dus niet hier een onderduikadres hadden gehad, dan moesten ze ergens naartoe? Ja, dan moesten ze ergens naartoe, ja. En naar een soort werkkamp of zo? Ja, ja, zoiets, ja. Ja. Dus het is goed gelukt, dus ja. Zijn nooit zeg maar... Nou, en er waren hier ook nog drie dominees, die ben hier ook nog een keer geweest. Ook, die zaten ze toe, achter nou, dominee De Lange en dominee Kiefiet. En hoe heen dacht ze in die andere? Nog een. Nou ja, maar dus, en dan die moesten in de bedden steken, dus zitten ze nog hem te lachen. Want een hele grote man, hoe die toch in zo'n klein bedden steken kon dit. Dat toen als dat zo'n luchtalarm afging. Ja, angstig. Ja, ja, was mijn vader, was mijn moeder, we waren allemaal naar binnen. Weet je wel, maar het luchtalarm ging af. Ja. Mijn zus die was verschrikkelijk banger. En bij mijn vader die vertelde wel eerlijk, weet je wel. Mijn moeder die zegt toch wel eens, och, dat geeft wel goed, weet je wel. Maar mijn vader zei, ja, ik ben goed afgeven. En als er s'nachts het luchtalarm ging, dan moesten we je bed uit, aankleden. Ik koffer die bij ons, weet je wel, als er dan wat gebeurde. Nou, en mijn jongste zuster, die was 11 jaar jonger dan ik, dus die was heel klein. Dus daar hadden we van alles, weet je wel, die op de school zat, nou, die sliep dan eens weer, weet je wel. Maar we moesten wel bij uit als 's nachts de vliegtuigen kwamen. Heb je ook wel een razzia meegemaakt? Ja. Nou, al die mannen die waren allemaal gedreven, die moesten naar de school, naar mijn wezen toe. Maar mijn vader, die was boven de 50, en dan zeggen ze, ha! Ja, die hebben Puttensteen, die hoeft mooi niet mee. Ja, zegt mijn moeder, hij oude man hebt, die hoeft niet mee. Nee, dus dat was nog weer een voordeel van de ouder zijn. Ja. Ja. Dus. Ja, ja. En wat gebeurde er later met hun dan? Nou ja, ze ben niet weggevoerd. Ze hebben dat was voor de middag en hebben ze nog de middag, tegen nu, ja, of vijf uur, toen hebben ze weer losgelaten. Het laatste jaar wordt wel de hongerwinter genoemd. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, nou ja, we vonden het ook heel erg als ze dan aan de deur kwamen. Nou, we gaan
Nou ja, wat mijn ouders aan de overhaal, die gaven dat ook mee. Maar dan kwamen ze s'avonds tegen een uur of vijf. Ja, dan wouden ze graag overnachten. Nou, toen eerst stuurde mijn vader ze wel weg. Die zei, ja, kan niet. Maar ja, dan stonden ze nog weer aan de deur. Nou ja, toen dan maar weer wel. Nou, dan in de hulde, ze zien dat dan, op de delen. Daar gingen ze dan in, weet je wel, in dat mooie heu, leggen warm. En dan s'morgens, als ze dan er weer uitkwamen, dan had mijn moeder, die had een boterham klaar, met een kop thee of zo. Nou, en dan gingen ze weer verder. En waar kwamen ze allemaal vandaan? Bussum en Rotterdam, overal eigenlijk. Maar die uit, dat moet ik ook nog bij vertellen. Toen op een morgen kwam mijn moeder beneden en toen op te delen, wie aan de zeg voor de wc was, maar die had het rustig op te delen dan weer. En toen was mijn moeder zo kwaad, ja. Die zei, en nu is het afgelopen, ik wil niemand meer binnen nemen. Nou, toen s'avonds, toen komen ze weer aan de deur, toen zegt mijn moeder tegen mijn vader, ja, je had er maar naartoe, ik wil het niet meer en je regelt het maar. Ja, mag niet meer van mijn vrouwen. Want zo en zo, je hebt de boel vannacht besmeerd helemaal en die kan schoonmaken, nou goed. En toen komt er een moeder met een dochter uit Bussen. Nou, en die moeder zo verschrikkelijk schreeuwen. Nou ja, dan zoveel weg en ze vraagt, nee, mogen nergens binnen. Nou, toen mijn vader weer naar mijn moeder toe, nou ja. En die heeft, nou ja, vooruit dan maar weer. Hè. En daar was zo'n tijd contact mee af. Ja, en die waren zo blij. Maar ja, dat later, ja, dan verwilderde dat weer. Ja. Hoe kwamen die mensen hier naartoe? Ja, die hadden allemaal een oude fiets bij, weet je wel. En dan karretjes, weet je wel. En dan kwamen ze weer terug. Nou, en dan waren de hele fietsen, die waren beladen met aardappels. En dat karretje was dan weer vol, weet je wel. Maar ja, allemaal maar lopen. Ja, de trein ging niet meer. Vanmiddag zijn sterke afdelingen geallieerde luchtlandingstroepen van het eerste geallieerde luchtlandingsleger in Nederland neergelaten. En dan zijn we weer zoveel jaar verder en dan is de bevrijding toch echt wel een feit. Hoe heb je dat ervaren? Nou, we zijn bevrijd, weet je wel. Ja. Nou, en toen kwamen die Canadiërs naar me langs, weet je wel. Of wie dat zou aan, weet je. Nou, die gooien dan met chocolade uit de auto. Dat was je feest, hier bij de gezinnen. Weet je wel, toen later gingen we allemaal in optochten naartoe. Nou ja, en dan en op de Brink was dat toen nog. Nou, we zijn bevrijd, weet je wel. En dan een grote kring, en, nou ja. Ja, want je kreeg niet zoveel snoep. En dat was niet wat. Nee. Maar toen die daar gooien, ja, dat was geweldig. De tractatie. Ja, ja, ja. Hendrikje, bedankt voor de informatie die je ons allemaal nog heeft weten te vertellen. Want nu kan het nog. Ja, dat is waar. Ik vond het hartstikke leuk.